ببرم. Hoppa. Jongens aan. Even trekken jongens. Hoppa. Ballen te snijden. Nou, dat zijn ballen. Hè? Kijk, het ziet eruit als een bal. Snij jij hem? Snij je wel. Is die warm niet? Ja. Die hebben wel nog grappig steeds. Volgende tijd of die. Ja, het zit een beetje wat Indisch lijkt. Ja. Een beetje Indisch inderdaad. Een beetje flauw. Ja, ik wil weinig zout aan. Ja, ja. Ik vind het wel lekker. Met te weinig zout. Ja. Het is gewoon een samengestelde specerij. Je hebt een beetje dat. Ja, ik wil net zeggen. Zo'n allemaal vriend. Ja. Ik vind het lekker dat je hem stoofd, dat je dus inderdaad zo'n bal hebt die je met een vork eet. Maar ik wil wel een korstje. Ja. Dus dan doen we hem na dat stoven nog heel even. Dat vind ik lekker. Dat je in dat korstje en dat zachte. Ja. Bloem. Bloem met paneermeel. Ziet er keurig uit. Top af. Zuur erbij nog niet? Beetje zuur erbij. Ja, zit er ook in. Ja. Ik bedoel. Wat ik wel knap vind. De rundervaart. Het is smeug, best wel hoge smaak. Ja, je moet alleen discussiëren of je dat minder lekker is. Is van pastiche of zo zit erin, denk ik. Rundergehakt, zongedroogde tomaatjes, verse munt. Ja, die al 135. Ja, moet wat zouten. Zie je, is gewoon gekookt uit. Ja. Ik vind het wel erg mooi van de structuur. Ja, mooi, dankjewel. Lekker. Ja, ik vind een lekker balletje wel dit. Ja. Hij ziet er een beetje raar uit, maar... Ik vind het... Hij is scherp. Het is niet zo makkelijk deze keer om de ballen te jureren. Het is niet een smaak die je dagelijks tegen... Alle gehakt wat er aangewerkt wordt is maat. Had ze zout gedaan, was het misschien wel geweest dat ze zij of hem had geworden. Zou dit één zijn niet meer, ze dit is? Wat is jouw favoriet, Peter? Ik ben van die eerste bal. Deze, dat is nummer 1. Ja, leuk. Wil je nog een stukje van? Ik zeg dat was het voor dit jaar.